Misschien komen we nog een keer terug op Jaap Edebaan. Maar Joost, we gaan er bijna aan beginnen. En je zei gespannen kopjes. Ja, goedenavond. Ik zag het al, ja. Ik denk misschien zien ze ons nog zitten, want wij zitten hier vrij prominent naar die finish. Maar... Alleen Remco Schouten zwaaide. Oh, kijk. Of ze zijn niet meer zo spontaan. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar ik heb dus straks ook bij de dames aan Mireille Reitsma gevraagd. Hoe is dat, zo'n eerste wedstrijd? Ja, inderdaad. Het is spannend voor het publiek. Maar zeker voor die rijders. Van, hoe staat iedereen ervoor? En er zijn best wel weer wat verschuivingen. Ja, de ploegen zijn wat gehusseld. Nou, sommige ploegen vind ik echt wel sterker geworden. Maar ook dat moet blijken. En we zagen het bij de dames ook heel verrassend. Toch drie dames die dan een rondje pakken. Ja, ik vond het verrassend podium. Bij de heren, aan de kant werd net gezegd, we verwachten geen massa-start of massa-finish. Ja. Ja, ik denk, wat je al zegt, die gretigheid die is er gewoon. En iedereen zal er vol de bak in knallen. Ik verwacht weinig afwachtend rijden. Nee, dan wordt hij gewoon zwaar. Al zijn de omstandigheden gewoon echt top hier. Weinig wind. Het is bijna een winterse avond. Heerlijk, heerlijk. Genieten weer van die mooie baan hier. Dat heeft wel weer zijn charmes, hè? Die mooie lampjes. Hier de ploeg van AB Vakwerk met Kerry Hekman en Bart Holwerf. Kijk. En is Kerry Hekman al lang, maar die Bart Holwerf is echt een lange vent geworden. Ja, wat heeft die jongen een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Daar verbaas ik me nog steeds over. Maar hij doet het, hij maakt het waar. Ja, fantastisch. Hij won de eerste maalstart. Hier in discussie mee met Willem Holwerf. Ja, de naam Holwerf gaat u vaak horen bij AB Vakwerk, want er rijden er drie met die achternaam. Ik ben benieuwd hoe ze als broers in één ploeg hoe ze doormaken. Ja, twee broers en een neef. Maar zo professioneel, die gaan ervoor. Ja, Jelmer Looijenstein, de ploegleider van Skate for Air. 10 jaar nog bestaan ook Skate for Air dit jaar. Begon als fondsenwerving voor... Sistik Verbozen en uiteindelijk ook een topdivisieploeg aan de start. Ja, wie had dat gedacht? Mooi, mooie ontwikkeling. Ja, Sjoerd en Hertog wordt naar voren geroepen. Sjoerd en Hertog, de man die twee seizoenen achter elkaar de cup wist te winnen. En ook elk jaar zijn overwinningen. Stoetinga is Nederlands kampioen. Ja, ik ben ook erg benieuwd in hoeverre die cup belangrijk is. Het is natuurlijk wel fantastisch om te kunnen behalen. Ja. Maar ja, vaak die dagoverwinningen, veel kanshebbers. Daar zullen ze als eerste voor gaan. Ja, vandaag nog even gesproken met Peter de Vries. Ploegleider bij OK Fashion Engines. En hij zei ook, ja, pas na 8 wedstrijden gaan we kijken hoe we ervoor staan. Dus tot die tijd is het voor ons eigenlijk afwachten wat er gebeurt. Gaan voor de dagoverwinningen. Ja. Kijk, en er worden hier 5 grote namen naar voren geroepen. Mats Stoltenburg, Borg, is wel gebleven. Hij tegenwoordig OR-quest, bouw en techniek. Dit is weer nieuw, hè, zo'n standpunt met z'n 5. Ja, vanaf volgende week weten we wie de leiders zijn in de klassementen. Ja, je hebt natuurlijk weer te maken met World Cup rijders. Andere verplichtingen waardoor die cup soms minder belangrijk is. Ja, als we kijken naar de startlijst, nogmaals 51 mannen die hadden getekend. Met onder meer ook Daniel Niedo erbij. Italiaan, Kerry Hekman is al voorgesteld. Casper de Gier, die is van Bouw Select, daar wordt veel van verwacht. Die deed ook met de EK inlijn. Danny Stam die de overstap heeft gemaakt naar de ploeg van Jillet. Ik dacht Thijs van der Steen als eerste. Ja. En ook een mooi aantal buitenlanders. De broertjes Schmidt, Bart Swings, Belg. Ja, mooi. Ja, en die heeft al veel gewonnen. Bart Swings weet elk jaar zijn wedstrijden te winnen.
Ja, het is natuurlijk een mooi interessant ding om naar hem te kijken. Hè. Wat doet hij op die lange baan? Hè? Tikkie teleurstellend de Olympische Spelen, ondanks natuurlijk een fantastische zilveren medaille. Maar in die marathon is hij mega gevaarlijk. En dan is het wachten op de eerste aanval van het seizoen. Ja, ploeg hebben veel in het buitenland gezeten. Airfoot is populair. Ja, Insel. Ewer heeft sowieso een vaste locatie. Ja. Kijk, nou, dit is toch wel een serieuze versnelling. Ja, die hadden we niet genoemd. Nieuw-Zeeland aan de leiding. Reactie meteen van Struttinga. Want Pieter Michael die was vorig jaar hier eigenlijk voor het eerst heel groot actief. En toen stond hij ook meteen op het podium. Ja, dat is zo'n man. Menig kijker die heeft natuurlijk wel verrassende dingen gezien. Kan raar uit de hoek komen qua acties, maar zo sterk. Ja, ja, en Nieuw-Zeeland. Hadden überhaupt al een goede dag. Wonnen van Ierland met rugby in de kwartfinale voor de wereldkampioenschap. Dus ja, die man die voelt zich gelukkig vandaag. Kijk. Begint inmiddels toch een beetje te waaien hier op de baan. Misschien kunt u horen door de microfoon. Maar eerste aanval van het seizoen komt uit de Nieuw-Zeeland. Pieter Michael is zijn naam. Ja, licht briesje hebben we het dan over. Want we hebben het hier wel eens anders meegemaakt. Blaadjes op de baan. IJsselt smolt. Juist. Of juist weer van die hele mooie prachtige koude avonden. Maar genoeg bezoekers. Ja, het was ook mooi dat Bart Mol zich voorin meldt. De man die een jaar heeft rondgereden in het vangnetteam. Maar daar toch een goede plek heeft gekregen. OR Quest. Ja, getuige alweer van zijn doorzettingsvermogen. Ja, ik denk dat ze willen dat wij zeggen OR Quest bouw en techniek. Maar het wordt gewoon OR Quest. Want... Ja. Ja, Jordi Haring, Kasper de Giering, maar Berga. Ja, mooi om te zien dat hij zich nu al meldt. Johan Knol, Mark Brugging, Axel Koopman, Evert Holwerf, Struttinga. Ja, en die hebben echt een flink gat geslagen, zo gek weg. Ja, met Huk de Haarlo, Frank Vreugdeheel, Max Stoltenborg, Pieter Michael, Bart Mol, Daniel Niero en Christian Hoekstra. Ja, en zijn dit dan die aftastende dingen van, hey, hoe staan we ervoor? Nou, het is wel echt een gat. Ja, en het is Ingmar Berga, Kasper de Gier. Ook Fashion in Teams, die als eerste zich melden. En daar die mooie stijl van Swings, hè? Ja. Met lange klappen. Ja, dan gaat het hard. Doyle Ewer, ook verrassend eigenlijk, want die hadden aangegeven dat ze zouden stoppen. En toch zijn de blauwe pakken hier te zien. Ja, en dan zie je ook Bergsma die... gelijk achter hem aanknalt. Het hele achterste deel wordt op gang getrokken. Ja, 15 man met Bart Swings en Jorrit Bergsma. Ja, dan heb je toch jongens die laag in de 16 hun 5 kilometer rijden. En het gat is dan toch weer gedicht. Ja. Ingmar Berga, al werd hier de Nederlands kampioen in Amsterdam. Een tijdje geleden alweer, maar hij werd dit jaar Nederlands kampioen op de inline skates. En dat had hij na al die jaren nog nooit gehaald. Ja, mooi. AB. Nou, we hebben vaker gezien natuurlijk bij Ewer, ja. Belangrijk wie erbij zit. Het was natuurlijk, die kopgroep was niet goed genoeg. En daar zie je wel eens verrassende dingen, dat sommige gaten dichtgereden worden. Dat de kijker denkt, hé, waarom? Maar alles voor die winst. Ja. Bart en Willem Holwerf. Donald Haasjes erbij, de mannen Staphorst. Nieuw bij Bout Select. Jongen die heel goed ook is op de inline skates. Vooral ook heel handig. En... Henk-Jan, hoeveel wedstrijden zijn er nou op de skillers geweest? Ja, dat is bijna treurig om dat te gaan zeggen. Eigenlijk wel, hè? Want dat fantastische wordt... sport, maar de marathon inlineskaten ligt gewoon heel moeilijk met organisaties. Ja. En,
Maar we kijken naar het schaatsen met Holberg van der Leidingen. Ja, daar hebben we toch een hele mooie cyclus. Ja, en daarachter Bartje van de Vlucht. Ja, hij heeft ook een overstap gemaakt, hè. Moest weg bij de Brokers. Ja, en daardoor zitten echt wat regionale mannen bij elkaar. Hier, zo Robin Snoek komt hier uit de buurt. Het zijn ook vaak weer mannen die hier extra hun best willen doen. Ja. Overvoorde, Aliens, Pieter Michael. Ook Vestin Jeans pakt in de eerste 10 ronden welk initiatief? Ja. Ja, dat is het mooie. Ook weer zo'n blok wat met een echt uitgedacht plan aan de slag gaat. En zo hebben we toch weer wederom weer 3-4 hele grote ploegen. Ja, terwijl Pieter Michael gaat natuurlijk niet het hele seizoen rijden. Dus dan komen ze toch een paar keer aan met 5 rijders te staan. Bob de Vries, bijnaam de Brommer. Met Niels Immerzeel. En Niels Overvoorde. Pieter Michael nu. Ja, zo'n Bob de Vries, hè. Hoeveel uur zou hij nog op bedrijf actief zijn? Dat doet hij er toch ook maar gewoon weer bij. Ja, maar volgens mij was hij niet in Den Haag van de week. Nee. Liet hij aan de ander over. Nou ja. Goed, het is zoeken voor een aantal mannen. We hebben met een aantal ploegen toch een soort testwedstrijdjes gereden. Ja. Erfurt werd er een training verreden met over 60 rondjes. We hadden een paar mannen het heel zwaar. Behalve Irene Schouten, die kon gewoon volgen. Ja, ongelooflijk, hè. Erik-Jan Kooijman. Nieuw ook bij OKVC-Teams. Mooi dat de tijd ook in beeld komt, hè. Net die snelle fase, 26 er alweer. Ja. Ja, techniek de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Anders heb je hier weinig te zoeken. Moet je... Nog gaat wat mis met het geluid. Tottenborg neemt over. Misschien voor de regie. Ja, dat is beter. Ja, de techniek zei je. Je moet er echt voor leven, hè? Want anders kun je het vergeten. Ja, ja, het is echt een way of life. Jij gaf nog les tussendoor, hè? Ja, inderdaad. In een fase gezeten. 3 dagen werken sowieso. Soms zelfs 4. Nou, dat vonden die kinderen natuurlijk wel mooi dat ze maar 3 dagen naar school hoefden. Ja, dat ze wel eens langs de kant mochten staan, hè? Ja. Met spandoeken. Ja. Tijd van SBS6, dames en heren. Er stond zijn hele klas hier langs de baan. En toen moest hij ook meedoen met een datingprogramma. Maar gelukkig is hij een paar weken geleden weer vader geworden. Ja. Helemaal gelukkig. Ja. Kijk er weer naar een groep die er vandoor gaat, hoor. En dat is serieus. Want er zitten toch wat namen bij. Mart Bruggen, Jordi Haring, Bart Swings, Daniel Niero, Willem Holwerf, Bart Holwerf, Axel Koopmans, Luc de Haar, Mats Zolderborg en Jouke Hogeveen. Ja, en afstopwerk van Vreugdeel in eerste instantie, maar ze denderen er alweer overheen. En Bob de Vries en Christian Hoekstra probeerden aan te sluiten. Dus ook gelukt. Kijk, Aliens, Kuiper en de Gier. 15 mannen zijn dat. Maar ja, dan komt de rest alweer aan. Ja, ook geen overtuigend doorrijden. Daar vooraan houden ze toch in. Is het ook zo dat je begin van het seizoen ook weer aan de pijntjes moet wennen? Van zo'n wedstrijd, de druk op je benen? Nou, steeds minder, hoor, want men laat zich daar niet door verrassen. Er worden al 100 kilometers geskielerd in de houding. Ja, dus ze zorgen gewoon wel dat ze er klaar voor zijn. Het is gewoon gelijk vlam hier. Maar we zien inderdaad in de eerste fase nog wel wat aftasten.
Ben benieuwd naar de volgende fase zo. En nieuwe pakken natuurlijk. En Jouke knalt er natuurlijk altijd in hier. Ja. Jouke Hogeveen. Ja, Jouke Hogeveen, dat is wel mooi. Als je naar de helm kijkt, dan is de Haan Westerop toch weer terug in het peloton. Ja. Net zoals PG en Bakker weer terug in het peloton. Ja, inderdaad een aantal hele trouwe sponsoren. En pak wederom een puntje mee voor de Leidersprijs. En die zullen hier ook wel weer staan te genieten langs de kant. Waaronder Paul Bakker van PGM Bakker. En er knalt er een weg. En dat is die trouwe Ingmar Berga. Ook weer met zijn specifieke stijl. Ja, daar heb je nog ook wel lang tegen gekoerst, hè? Ja, zeker. Hij is al 17 jaar aanrijder. Meen je niet? Ja. Wauw. Nou, dat zei ik zelf van de week. Nee, maar dat klopt wel. Ja, als ik zo terug ga rekenen. Knap hoor. En toch ook twee kinderen thuis. Ja, absoluut. Maar wat sportkleding, maar voor de rest is hij gewoon echt vol proef, zoals hij zelf ook zegt. Ja, want je zegt het net, een way of life, maar een aantal jongens, of eigenlijk de meesten, doen wel iets ernaast, hè? Nou, als je dat in de juiste fase van het seizoen weet te regelen. Ja, een mooi verhaal over Peter de Vries was dat. Die ging naar DSB. En die werd volprof. Ja. Maar die zat zich te vervelen thuis. Ja. Want je hoeft alleen maar te sporten. Dat is inderdaad zo'n dingetje van, is dat het dan wel? Maar goed, we weten allemaal dat het tijdelijk is. Dus genieten. Pakken wat je pakken kan. Zolang je goed bent, geen blessures. De meest opvallende pak, juist eigenlijk wat minder, is van O.R. Quest. Ja, in het verleden van die fluoriserende roodachtige pakken. Ja, daar hebben we ons altijd nog wel eens over verbaasd. Van ieder pak wordt aangemeld en er wordt wel naar gekeken of het goed genoeg qua kleuren samenstelling is. Maar het lijkt wel of er dan onderling niet gekeken wordt of het, of de combinatie wel goed is met alle ploegen bij elkaar. Het is gewoon wat het is. Ja. En elk jaar rolt daar weer een mooie palet aan kleuren uit. Ja, Kevin Hoekstra met Timo Verkijk. Christopher Hendricks. Timo Verkijk is er ook weer gewoon bij. Ook zo'n naam die al heel lang meedraait. Ja, hij bij PGM Bakker, Picking Steeman. Verder door ons te noemen als PGM Bakker. Ja. Echte liefhebbers. Ja, misschien wil hij de oudste van het peloton wel worden ooit. Ah, dan heeft hij nog wel even te gaan, hoor. Want dan hebben we het waarschijnlijk over Jouke Hogeveen, die nu Nestor is. Ja, Jouke zit boven de 40. Volgens mij is Jouke 40 geworden dit jaar. Kijk, waar we vroeger nog wel eens 50'ers hadden. Ja, Rien de Roon was volgens mij 50 toen die stopte. Maar dan praat je over andere decennia's. Ja, andere tijden. Andere tijden, sport zelfs. Kijk hier naar de mannen hier, Jillet Adema, samen met Peter de Vries. Was het Christoffel Hendricks. Board of Amsterdam. Ja, dat pak lijkt dan wel inderdaad heel erg op OR Quest, hè? Ja, en Board of Amsterdam heeft echt een heel ander pak gewoon. Ja, ook, die kwamen uit het geel. Dus dat is even winnen. Ook voor hun thuiswedstrijd natuurlijk. Kijk, en zo'n Berga die rijdt al jaren in deze combinatie. Ja. Met de typerende stijl van Marcel van Ham erachter. Ja, vorig jaar nog ploeggenoten. Ja, dat soort situaties krijg je ook, hè. Hoe wordt dat gespeeld? Nou, iedereen is wel zo professioneel. Er wordt gewoon uiteraard voor de eigen sponsor gereden. Ja, tenzij er natuurlijk met een vrevel of een ruzie weg wordt gegaan. Ja, of kijk. Later in het seizoen zou er misschien een gunfactortje ergens bij kunnen komen. Reactie van de man met 54. Bart de Vries controleert, maar
Royal Ewer vindt het nog niet goed. Die denken, ja. Die hebben natuurlijk net gezien wat er net gebeurde. Ja. En een ronde voorsprong die maar eerst weer zien goed te maken. Bob de Vries. Ja, je zou denken dat het gedoemd is om te mislukken, twee man, maar dan hebben we misschien het verhaal weer van het af laten zakken. Ja. Wie weet gaan we dat nog zien vandaag. Voorlopig nog niet, want het lijkt erop dat weer alles bij elkaar gaat komen. Bob de Vries, die zoals die jongens het zelf noemen, aan het brommer is. Weet ook precies wat hij moet doen. Ja. Er wordt over de hele breedte toch wel van de baan gereden op dit moment. Ja, en de een krijgt constant ploegenorders vanaf de kant. Ik zie niet heel veel ploegleiders staan. We hebben zo niet zoveel ploegen. Nee, precies. Dus, en er zijn er zelfs een paar ploegen die zijn dubbel. Ja, hebben die dan mijn eigen ploegleider staan? Dat is de vraag. Want ja, constant moet dat strijdplan weer aangepast worden. Hoe makkelijk gaat dat? Ik kan me zo voorstellen dat dat misschien in het begin van de wedstrijd nog wel gaat, maar op een gegeven moment houdt het ook wel op. Dat kun je ook niet harder. Ja, nou ja, kijk. Je kan je ook wel weer vaak aan het strijdplan houden, maar anders heb je dus die ploegleider die korte, duidelijke signalen moet geven. Ja, we gaan kijken. Hoort ook weer bij het spelletje. Ja. Het zou wel mooi zijn als iemand er een keer een volle bak in gaat. Ja, Mark Brugging meldt zich voor in. Ik vind het over het algemeen wat voorzichtig is. Ja. Het is niet zo wanneer de koplopers aan de kant gaan dat er meteen weer door wordt gedoken. Precies. Ja. Ja, we zitten nog op 92 ronden. Nou ja, en inderdaad in deze fase ijs wordt, is vrij zacht natuurlijk. Ja. Al ligt hier toch nog een mooi vloertje. Dat zijn een hoop rijders denk ik niet gewend. Wat vonden wij als thuisrijders hier altijd zo mooi? Van, oh, nou, laat maar komen die gasten. Nou ja, tegenwoordig traint iedereen natuurlijk bijna een Heerenveen. Terwijl het, hij gaat er gewoon vandoor, hoor. In zijn eentje. Erik Jan Kooijman. De kilometervreter. Over voor de Berga, Mark van der Hart, Bart Swings voorin. Ja, en dit zijn ook gevaarlijke momenten. Om, ja. Je bent zelfs een keer tweede geworden in de sprintklassement. Hè? Voor de groene trui wat ja, toen nog was. Ja, groene trui was dat toen. Mooie strijd met Alain Gloor. Ja, het is belangrijk voor Kooijman dat hij die bochten, dat hij dat ritme houdt. Want anders wordt het veel te zwaar voor hem. Ja. Nou, Kooijman pakt wel de eerste training. Waar we hem natuurlijk op de Wijze Zee kilometers lang alleen hebben zien rijden. Op ja. Weg naar die 200 overwinning. Nou, geeft ook al, gaat ook weer snel. Ook wel weer een interessante ontwikkeling, hè? Hoe hij dan weer zijn plekje in deze ploeg gaat vinden. Een hele sympathieke kerel. Ja, past goed, hoor ik. Ja, koffiegeld is weer binnen voor de komende weken. Zou hij nog adres kunnen leraar zijn? Hij was gestopt toen hij naar de ploeg van Jillet ging. Er is een groot tekort aan leraren. Dat moet jij toch weten? Jazeker. Dus ja. Vooral in het basisonderwijs. Dat kan hij natuurlijk weer mooi op gaan pakken. Ja, leraren altijd. Ja, Niels Overvoorde zit eigenlijk altijd vrij hoog. Goed te herkennen aan de slang. Ja, en Bart Swings, hè? Ja, en die mooie kat achteraan.
Hij, Ingmar Berga die weer echt tempo maakt. Ja, het is wel duidelijk wat zijn opdracht was voor vandaag. Hij moest in de eerste uren duidelijk, eerste ronde, duidelijk gas geven. Ja, het is wel grappig dat die Daniel Niero, die rijdt met een blauw nummer. En dat betekent dat hij in is geschreven als belofte rijden. Maar dat mag. Je mag uit de belofte, als je voor hetzelfde team uitkomt, mag je overgeplaatst worden naar de topdivisie. En wie zou er geen rijder als Daniel Niero in zijn team willen hebben? Ja, hij heeft het nu al een paar jaar is die, bezig. Wat denk jij? Zou hij op meer gehoopt hebben al? Uiteindelijk qua podium is lastig geworden voor hem. Het is een trots Italiaan, dus ik denk het wel. Maar ja, wat niet is, kan het komen. En wat grappig is, bij Bauer Select hebben ze nu ook een Italiaan. En die rijdt ook nog bij de beloftes. Maar, ja, leuk altijd. Er zijn zoveel internationale toppers, ook skillers. Er liggen een aantal jongens met... Oeh, Peugeot Bakker erbij. Oei, en volle bak Berga op kop van het peloton. Dit gaat interessant worden. Ja, en ook Luc de Haar zit er weer bij. En dat is wel een... Eén iemand is dusdanig hard gevallen dat hij echt niet meer in zijn slag kan komen. De schaats kapot. Tenminste. Ja, er is er één op zijn heup of zijn bil gevallen hier. Terwijl Jorrit Bergsma dus in plaats van met vier man samenwerken, ze het met tweetjes moeten doen. Ja. Het is inmiddels alweer een halve baan. Ja, met Timo Verkijken. Luc de Haar, Timo Verkijken. En Sjors van der Meer lijkt het toch te veel pijn te hebben. Man uit Boskoop. Houdt de benen stil, stopt ook. Nou nee, gaat toch weer verder. Goed, aanval aan de buitenkant. Mats Stoltenborg. En zoals we hem kennen. Heeft nog in Namibië gezeten. Een aantal weken. Nou ja. Ik zag wel een foto van die erg boven de zandduin stond. Ja. Maar die is aan het gas geven hoor. Dus ik was al benieuwd, maar dit is weer ouderwets. Ah, en ook een ouderwetse Mats Stoltenborg aanval. Ah, dit willen we zien. Dit zijn serieuze aanvallen. Dan zie je toch dat gelijk weer dat gat wordt geslagen. Ja, met Bart Mol erbij. En Adrien en Casper de Vier. Mannen van AB die het nu moeten doen. Gat dichtrijden. Ja, en dan lijkt het er toch nog op dat Luc de Haar en Timo Verkuijt wel wat dichterbij komen. Kijk, Ariens die trekt hem ook lekker door. Ja, het is mooi. Ariens, Casper de Vier, Bart Mol, Mats Stoltenborg. Leuk. En Daan Besteman, die bijt zijn onderlip eraf. Ja, en AB Vakberg zit er niet bij. Evert Holwerf oogt dan ontspannen met dichtrijden. Ja, we gaan even naar een interview. Bij hè? Vier en... Er zijn genoeg paar jongens die dicht willen rijden. Maar, het is ja eerst aftasten. Eerst rond. Iedereen is even benieuwd. Ja, wat kan ik? Hoe moet het? Dit zijn wel de groepjes waar jullie op mikken hè? Ja, nou, natuurlijk. Dit zijn mooie groepjes, daar kun je wat mee. Maar wij zijn denk ik dit seizoen ook voor alles wel in staat om mee te draaien. Dus ik ben heel benieuwd naar het komend seizoen. Succes. Dankjewel. We hebben die vier koplopers en daarachter wordt er hard gereden door de mannen van Royal Ewer. Maar ook Jorrit Bergma, Bart Vink, Ronald Haasjes. Uitgestrekt peloton, 100 meter lang. Ja, en dit is niet gunstig voor de twee mannen die gevallen zijn. Zouden we bijna vergeten, maar die waren wel wat dichterbij gekomen. Maar het gaat nu over die voorkant. Kijk, Ariens heeft er zin in. En ik ben heel benieuwd of
het lijkt... Bergsma en Swings hem ook even doortrekken. Die kwamen er toch wel heel hard aan, hè? Er wordt gekeken naar achter. Alins. Ook honger naar een prijs. Oh, maar die Swings, jongen, met Bergsma, dat is wel een duo, hoor. Inderdaad. Dan heb je wel wat kwaliteit. Sterker nog. Ze laten zich gelijk zien. Allebei een Olympische medaille. Prachtig, hè? Ja, daar komen de mensen ook voor, denk ik. Nu is het Bergsma die voorop gaat voor Bart Swings. Schuw het kopwerk niet. Nee, ga er hard in. Het is nog steeds uitgestrekt. Erik Jan Kooijman erbij. Team maar voor kijken, Luc de Haar zwaaien naar de jury. Bergsma, Swings, Kooijman. En Casper de Gier, hè? Die jongste Casper de Gier. Ja, leuk om te zien wat hij gaat doen dit seizoen. Hé, hey, wat gebeurt daar? Elke keer weer ruimte zoeken in dat peloton. Dat was even Bob de Vries daar in het midden. Maar... Ah, Danny Stammer af. Ik zat nog niet bij de valpartij volgens mij, maar goed. We kijken naar voren. Dat zijn het weer de blauwe mannen. Bob de Vries, Maas Stoltenborg. Evert Holwerf, die roept rijden. Ingmar roept rijden. Nou, iedereen dat roept. 75 rondes nog te gaan. Ja, sommigen hebben er baat bij dat er gewoon lekker constant door blijft rijden. Ja, en Bart de Vries, hè? Daar is hij weer. Never give up. Deze zomer geen pech gehad met valpartijen? Nee, niks gebroken volgens mij. Kijk. Daar is die meester in. Ja, dat heeft hij wel meerdere malen meegemaakt. Maar ja, een echte de Vries. Hè? Ja, we missen er eentje. Elmar natuurlijk, die is verstopt. Ja, die is nu helikopterpiloot in Schotland. En volgende week in Den Haag is ze erbij. Leuk. Als in dit geval. Met een voor haar bekende positie, want tegenwoordig heeft ze altijd een koptelefoon op met een microfoon. Kijken weer. Is het Frank Vreugdehil, de man die zich meldt? Er is weer rust. Altijd goed op natuurreis. Stroetinga stuurt weg. Ja. Er wordt in het peloton toch wat met handjes gewerkt. Ik weet niet wat het is. Misschien is het zenuwachtig. Is iedereen nog niet even stabiel? Ja, voor de oplettende kijker, hè? Want dat blijkt toch altijd lastig te ontdekken voor de jury ook. Ja. Ingmar Berga, achter Vreugdehil aan. Maar net als bij het voetbal, kleine irritaties tot iets groots kunnen leiden. Ingmar Berga heeft ook wel een heel mooi track record. Die is 16 of 17 keer gestart op een 200 kilometer. En heeft hem één keer uitgereden. Maar wel Nederlands kampioen op natuurreis natuurlijk. Hè? Dus hij kan het wel. Ja, keuzes maken. Even schoentjes vastmaken. Het is nog steeds veel kijken, naar buiten sturen. Ja, je had het net over Frank Vreugdehil. Hier natuurlijk Mark Brugging. Die mannen die op natuurreis mooie dingen hebben laten zien. Nou, Mark Brugging, de zeer verrassende Nederlands kampioen op de wijze. Absoluut. Ja. Ja, dat vind ik dan toch weer het mooie. Twan Dorenleijers van de Wijzerzee, de stichting, ja, is hier aanwezig. Net zoals de mensen van Lulea, dat Smallebroek. En wat trots, want dat gaat de Gardena IJsmarathon. Ik ben er geweest, fantastische locatie. Net zoals de Wijzerzee natuurlijk. Gaaf. AB Vakwerk. Aankop. En klopt het dan dat ze steeds noordelijker gaan om ijsgarantie te hebben? Lulea, daar mocht ik zelf zijn. En daar heb ik mijn vingers bevroren. En die waren pas half juni weer ontdooid. Jouw kogelveen. Ja, jouw kogelveen.
Ik laat het niet. Hij werd tweede in Hallem, hè, op de 100 kilometer op het Open Nederlands Kampioenschap skiën. Ja, stond hij weer op het podium. En dat deed hij met een man die nu achter hem aangaat, Kristijn Arjen. We hebben absoluut wel sympathie voor elkaar. We kennen elkaar goed. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar Jillet Anema, wat hij ervan vindt. Altijd interessant. Jillet Anema, is het stilte voor de storm? Nou, ik dacht niet dat het stilte was met zoveel ontsnappingen telkens. En, wel ontzettend snel gaat het. Het gaat heel hard, het is aangeslagen het ijs. Dus je ziet echt, het staat eigenlijk wel op knappen. Dus, en wat gaat er nu straks voor zorgen dat het daadwerkelijk knapt? Ja, dat is meer het stilhouden van de benen dan het doorrijden. Als iedereen doorrijdt, wordt een massasprint. Dus er zit zoveel power in het peloton dat als iedereen rijdt, dan is het rijden in het peloton dus zoveel efficiënter en daar hoef je zoveel minder voor te doen dan op kop rijden. En dan komt er niets weg. Het moet echt, moet gewoon een aantal ploegen moet gewoon denken, dit is een gunstige situatie voor ons. En dat we stel de benen stilhouden, zoals nu. Op kop van het peloton zijn er twee ploegen, nu drie, die rijden niet. Dan moet ik even kijken hoor. Jillet Anema geeft even aan dat ze niet door moeten rijden. En wat is voor jullie nou de ideale situatie, Jillet? Eén man alleen. De laatste meter. Gewoon 100 meter op kop. Succes dan. Dankjewel. Ja, het wordt tempo hoog en er is een grote breuk. En dat komt onder meer op actie. Ja, en ook Okay Fashion liet een gaatje vallen om dit mogelijk te maken. En daar knalt er dus nu ook weer eentje van naartoe. Ja. Maar die neemt wel mensen mee. Ja, het werd vervolgens ook overgenomen door AB Vakwerk. Maar ja, kijk eens, daar is geen overtuiging daarvoor aan. Nee, zo wordt er constant weer gekeken. Gaan we dit voortzetten of... Ja, Stroet, die gaat helemaal achterin. Ik zat net aan hem te denken. Daar wordt dan vaak op gerekend. Dat is een gevaarlijke plek. Ja. Alles op één lijn op dit moment. En AD Vakwerk. Die tempo toch hoog houden. Ja, die hebben natuurlijk alle belang bij dat het bij elkaar blijft. Hè? Die hebben drie jongens die een massasprint kunnen winnen. Ja. Kijk. Maar zou je met 64 ronden op de borden dat nog al durven te gokken? Eigenlijk is het nu vol belangrijk om op te letten, want er kan nog van alles gebeuren. Het ijs wordt slechter, hè, wat we al zeiden. En ik vind het wel opvallend, als er een versnelling is die wat overtuiging heeft, dan ontstaat er wel een gat. Ja, is de nieuweling in de Royal Ewer-formatie. Jordi Haring met Ronald Kruijff, Michael ook voorin en Bart Swings. Heel scherp hoor, die Swings. Ja. Daniel Niero, Robert Post, Christopher Hendricks, Evert Holwerf, Christian Hoekstra, Kevin Hoekstra en hij zit er weer bij, Ingmar Berga. Het lijkt wel of Swings wat meer massa heeft, heb ik het idee. Weet je iets van kilo's in gewicht? In vergelijking met mij is iedereen klein. Stop nou met vergelijk met jezelf. Kevin Hoekstra die zegt met Ingmar Berga weer. Ah, een mooi groepje ook. En, Jordi Haring, natuurlijk de man van de 200 kilometer. Die laat hij zich altijd zien. Ik vind van de laatste jaren vind ik het zo opvallend. Of er ontstaat in één keer bam een groot gat. Maar het wordt toch ook soms wel weer wap snel dichtgereden. Vroeger weet ik nog wel, mentaal was het al pittig als je mensen 50 meter voor je zag. Jouke Hogeveen. Jouke Hogeveen had weer plezier in de schaatsen. Wat nu natuurlijk al zien, we hadden het er net even over de open NK in Hallem, 100 kilometer. Ja, dat moet haast wel de drijfveer zijn bij deze man. En zo reed hij in één keer weer in een vol 10,5. Ja, fantastisch als je dat nog weet te bereiken. Ja, een geweldige sportman. Mooie is zijn naam. Dat is, hij is de 200 kilometer man.
Maar ik heb er nog nooit in gewonnen. Ja, daar zeg je wat. Ja. Wel in Zweden natuurlijk. Ja, nou, nee, absoluut een natuurhuiskleppen. En voor de volgers, die herinneren zich niet het feit dat hij een keer omdraaide. Omdat hij zo zat was dat iedereen achter zich aan reed, ging hij gewoon de andere kant op rijden. Prachtig. Ja, en ondertussen Crispijn Arends maar in zijn eentje. Ja, kijk, wanneer ga je dan stoppen, hè? Als je die echte LST-tocht nog niet hebt gereden? Nee, maar er is een hele generatie die nog niet heeft gereden. Er is niemand in het peloton die de LST-tocht heeft gereden. Nee. En ik denk dat alle volgers ze hem allemaal heel graag gunnen. Ben je al lid? Jazeker. Oké. Okay. Ja, en tegenwoordig ben je altijd ingeloten. Dus dat is wel fijn. En heb je als oude wedstrijd rijden dan geen hoog of laag startnummer? Dat je een beetje vroeg mag beginnen? Poeh, daar heb ik niet eens op gelet. Volgens mij was het een heel groot getal, dus dat zal ergens middenin zijn. Ja. Ja, Bart Holder heeft nu achter zijn oud-ploeggenoot aan. Stilte voor de storm misschien wel. Ja, er komen wel weer nieuwe mannen naar voren. Wie durft het aan? Een hele armada van flesjes richting de ploegleiders. Net bij de dameswedstrijd ook uitgelegd dat ze daar echt gaan opletten wie de flesjes op de juiste manier weggooit. Ja, dus, er zijn ooit ongelukken mee gebeurd. Dus. Ja, Niero gaat er vandoor. Wauw, en wat een houding, hè? Samen met Kevin Hoekstra. Dus het is op dit moment Hoekstra aan de leiding. Met Niero. Ja, die kwam even zonder ploeg te zitten toen hij weg was bij AB Vatwerk. Ja. Maar opgepikt bij Ola Quest. Ja, en als je zo'n rijder kunt oppikken, dan lijkt me dat altijd een bestel. Weet jij de reden waardoor die wegging? Nee. Oké. Okay. Nou. Zo, ja. Ze kregen er twee sprinters bij natuurlijk. Zo las ik iets over die meneer Lee die daar natuurlijk ook wegging. Ja, maar die is geschorst, hè? Ja, precies. Apart verhaal. Bijzonder. Ja, terwijl het een grootheid was daar. Zo stond hij ook elke keer in de berichtgeving, uiteraard. Ja. Wel jammer. Zien. Daar hebben we die Nieuw-Zeelander weer. Pieter Michael. Bovenhuis erachteraan. En die heeft, dat ziet je echt uit de wind. Arjan Sloetiga zit achter 2 meter schaatsen aan. Ook wel weer mooi dat zo'n Bovenhuis ook elke keer zijn plek wel weer weet te vinden. En hij rijdt ook weer goede tijd op de lange baan. Mooi. Waar hij zich natuurlijk toen ook nog in de Corenda ploeg had zat en dergelijke, rijdt hij ook wel weer goede tijden. Ja, lijkt me wel zo'n gozer die op zijn plek is bij Jillard. Ja. En ze slaan een mooi gaatje. Ja, en dan zit de druk inderdaad op dit moment gewoon bij AB Vatwerk en OR Quest. Wat zei je nou? Stroetiger achterin? Nee, achter de Bovenhuis rijden. Ja, hij kwam lekker uit de wind. Ja, toen straks wel, ja. Ja, nee, goed, keurig. Mooi. Ja, mooi ook dat zo'n op- en top sprinter toch dit soort dingen doet, hè? Ja, hij heeft zich echt ontwikkeld tot echt een completer rijder. Echt. Ja. Is natuurlijk legendarisch, al zijn titels, Nederlandse titels. Ja, ongelooflijk. Wat een erelijst. Wij hebben dan nog meegemaakt toen hij bij ons reed. Dat als het 150 ronde wedstrijd was, konden we er nog wel eens afrijden. Ja, 7 titels heeft hij al in zijn bezit. Op dit moment nog maar 4 mannen. Bob de Vries en Ingmar Berga, Jorrit Bergsma en Arjan Sloetiga. Dat zijn de mannen die een Nederlandse titel op zak hebben. Ja, we doen ook maar 8 jongeren mee voor het jongerenklassement. Dus. Oké, 8 stuks. Ja, dit is mooi nu. Ja, nu valt volledig uit elkaar. AB Vakwerk is nu aan het knallen. En daar Holwerf. Met Hekman. Hekman, ja. Die nemen oogt ontspannen daarachter. Ja, maar er zitten ook 3 man weer van OK Fashion in dienst nu, hè. Want ook Ingmar Berga zit erachter.
Dus nu moet je erbij zijn. Bob de Vries nu helemaal achterin. Ja, als de grote groepen naartoe rijdt, gaan ze. Ja. Gaan we staan. Bovenhuis geeft af. Maar Pieter Michael gaat gewoon door. Swings rijdt hem eigenlijk dan ogenschijnlijk ontspannen dicht. Wie trekt hem door? Swings is boos. Richting jury. Ja. Handgebaren. Aan mij, dat is niet goed. Ik dacht dat ze zo mild waren, die Belgen. Ja. Goed opgeleide jongen. En zijn moeder is kinderoncoloog in Leuven. Heel erg maatschappelijk betrokken ook, Bart Swings. Oké. In België inmiddels toch wel de status ook wel van echt absolute topsporter. Mede omdat hij de eerste Olympische, de echte Olympische wintermedaille binnenhaalt. Bart Veldkamp wordt door de Belgen nog steeds niet gezien als echte Belg. Oh, heeft hij daar wel mooie dingen voor gedaan natuurlijk. Swings ook nog steeds op die baan in België. Ja, zijn ze heel druk mee bezig. En, mag veel in België vertoeven en dan staat het toch echt wel in dat het nu echt noodzakelijk is. We hebben natuurlijk wel wat shorttrackbanen. Ja, en zo'n boegbeeld kan toch wel heel belangrijk zijn, hè, om dat er door te krijgen. Ja. Er zijn nu ook een aantal dames die heel graag naar de Olympische Spelen willen. Ja. Sabrina Tas reed hier rond bij de dames zojuist. En, ja, leuk is dat. Laten we het hopen, want het is ook goed voor het marathon schaatsen. Kijken wie. Ja, Erik-Jan Kooijman. Ja, maakt ook weer een goede indruk hier. Met Frank Vreugdel, Max Stoltenborg, Ingeborg Bergma, Ronald Haasjes, Casper de Gier. We hadden het er even, maar Casper de Gier en Ronald Haasjes vind ik verrassend, tot nu toe. En het is natuurlijk straks makkelijk om te zeggen als hij de einduitslag zegt en ze zouden 20ste of 22ste worden. Maar ik vind voor zulke jongsters, vind ik dat ze zich goed laten zien. Ja, mooi om altijd te zien, hè, hoe dat uitpakt bij die grote mannen. Ja, weer de Stoltenborg met Bob de Vries, Frank Vreugdel en Ingmar Bergen. Vaak Stoltenborg die hem ook opzet, hè. Ja, dus Bout Select zit er niet bij. En die moeten nu gaan rijden. En dan heb je altijd Jouke Hogeveen. Bart de Vries erachter. Kijk, dit gaat bij elkaar komen. En dan heb je mooi 8 man. Ja. Weer Swings daarachter. Maar ik denk niet dat ze mogen. Maar ik denk niet dat Jorrit Adema het goed vindt dat Bob de Vries hier in zijn eentje mag rijden. Nee, duidelijk. Want Jorrit Bergsma wordt aan het werk gezet. Ja, die krijg je een 6-12 snelheid om je oren. Puur van wat nodig is, is nodig. Dus dat doen wij. Even een 26-8. Oh nee, dat was de snelste ronde. Die had hij eerder al neergezet. Maar goed, het zijn wel snelheden die op dit moment in Amsterdam toch echt wel tot ontzag leiden. Want we zien hem hier echt wit uitslaan, hè, die baan. Als ik het zo zie, dan denk ik dat de kaart Swings toch wel een toefkaart is. Ja, dat gaat dus heel interessant worden als het dan op die sprint uitdraait. Ja, we moeten nog 43 ronden en wij zitten al over de sprint te praten. Oké, fashion and jeans. Maar ja, dat is ook iets wat bij de bezoeker aan de kant natuurlijk door het hoofd schiet. Sjoerd en toch, de man die al 1,5 jaar in het oranje reed. Vandaar dat we hem bijna niet herkennen. Kan wel eens verwarrend zijn, hè? Maar die hebben we nog niet gezien. Nee. En die kan echt goed sprinten. Nee, er kan zeker nog wat gebeuren, hè? Zwaarder ijs. Eerste marathon. Ja, toch misschien ook wel de spanningen.
Ja, en kijken of zo iemand kan verrassen van achteruit om er in één keer overheen te denderen. Mannen van AB Vakwerk. En wat jij al zei, voorin rijden is het beste, maar dat wil natuurlijk iedereen. Ja, dan kan er maar eentje op de vooraan rijden. Of zoals een wijze man ooit zei, er is maar één buschauffeur. Ja, Bouwselect. Is dit dan Mart Brugink? Ja. Juist, daar gaan we. Ja, en Mart Brugink krijgt een paar meter, Ingmar Berghout erachteraan. Ik vind zijn techniek al opvallend. Gooit zijn benen echt hoog op. Ja. Maar goed, de winnaar heeft gelijk. Je hebt nog nooit aan het einde van een wedstrijd een prijs gekregen voor de mooiste schaatsen. Ach, het is er nog niet. Nee. Oei, Daan Westerman. Geeft het bij voorbaat al op als houding te zien. Ja, maar volgens mij viel die ook wel hard. Ja. Nee, maar dit, ja. Tuurlijk, iedereen kijkt graag naar een Bart Swings natuurlijk. Maar het gaat erom die zometeen als eerste de schaats over de streep zet. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon interessant. Want wat gaat zo'n Hekman dan doen, hè? Hoe staan de zaken ervoor? Maar ja, positiespel weer cruciaal straks. Sjoerd en Hertog, laten we die niet vergeten. Nee. Ja, Bart de Vries met Evert Oorweg kwam hier net hoor. Maar allerlei mannen melden zich weer voor dit. Rondebord inmiddels op 38. Jij wrijft je beentjes nog maar warm. Toch wel valt tegen als je stil zit, hè? Ja, Bart de Vries aan de leiding. En patsboom, wat een gat. Ja, er wordt nu gereageerd. Hier voor ons Frank Vreugdeel bij de finishlijn. Een valpartij. Ja, en dat is wel een belangrijke man voor de lead-out voor de sprinters van AB Vakwerk. Ja. Die zijn ze liever niet kwijt. Of zal hij zich gelijk terug laten zakken? Ja, dat lijkt me wel heel vroeg. Moet je 5 ronden, moet je voor het einde eraf. Dat was 3 ronden, is nu 5 hij ronden. Hij zit zelf niet van plan, Frank Vreugdeel, want hij ontwikkelt veel snelheid. Ja. Zo lijkt hij wel terug te gaan komen. Maar voorin. Er kruipt er nog eentje bij van AB Vakwerk, zodat ze daar bijna met z'n tweeën zijn. Ja. In ieder geval wel Pieter Michael als eerste. Ja, met Robert van Dalen, Bart de Vries, Robert Bovenhuis, Evert Holwerf, Willem Holwerf ook daar vlak achter. 2 groepen inmiddels. Ja. Opletten geblazen. Ja, dus een mooi groepje met 2 man oké vestje. 2 man AB Vakwerk. Ower Quest. Maar ja, nu 1 kunnen we Ewer, al... Maar ja. dit gaan ze niet goed vinden. Jij noemt Ewer. Ja. Kunnen er al van uitgaan dat er van achter wat komt. Ja, en dit gaan ze niet goed vinden met alleen Robert Bovenhuis. Dat is het bekende duo van vandaag. Een Hekman. Hekman moet. Die gaat u zo meteen ja, in beeld. Oei, 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 Hekman. Die had even een achterstand en die moet nu naar het eerste peloton gaan. Dus we hebben een eerste groep. Dit is alarm fase 1. Ja, ja en Kelly Hekman lanceerde zichzelf als een waanzinnige. Maar het komt er wel weer bij, lijkt het. Hij is aan het kijken naar achter, wat doe ik? Nou ja, maar als hij nu stopt. Het is ook wel weer mooi aan Kelly Hekman, hè? Dus of de eerste plek of ja. Verder. Voor hem is het essentieel of deze kopgroep gaat slagen. Ja, Pieter Michael. Bob de Vries, Arjan Stroet, ik hou ook in de laatste groep. En toch
Frank Vreugdeel. Lijkt het nu echt weer allemaal bij elkaar te komen. Nu is Overvoort in de problemen. Zolang ze hem daar vooraan niet doortrekken, gebeurt het niet. Maar je krijgt nu weer een tweedeling. Ja. Ja, en ik denk dat als dit door, want hier zit Bart Swings bij. Die houdt de gang er wel in. Ja. En nu hebben we ook, kijk eens. Kijk, en nu hoeven we niet te rijden. Sjoerd en Hertog gaat het nog wel proberen. Sjoerd en Hertog die denkt, oei oei oei, nu of nooit. Nee, maar kijk, op deze manier kunnen ze wel Kerry Hertog elimineren. Ik zie dat Den Hertog er wel echt overtuigend heen rijdt. Ja. Van Stoltenburg, Christijn Alias, Inma Berga, Marco van der Tuin. Ja, we gaan even kijken wie er niet bij zit. Hè? Want dit is een hele grote groep. Bokke Vries, Arjan Stoetinga, Kerry Hekman. Ja. Oei, oei, oei. De sprinters hebben elkaar in de gaten gehouden, lijkt wel. Ja, Kerry probeerde die oversteek te maken, maar dat lukte niet. En die andere topsprinter, Den Hertog. Die maakt dan nu de juiste keuze. Ja, en als deze groep nog aan weet te sluiten, dan is het interessant. Want als hun de grote groep daarmee aansluit, moeten die uit koers. Ja. Want de groep Hekman is dan kleiner. Die Kruis zit ertussen, ja. En die achtervolgende groep zit geen overtuiging. En Frank Vreugdeheel. Ja, en Niels Overvoorde, die gaan nu al wachten. Die kiezen dus toch voor dat afzakken. Jouke Hoogveen trekt hem nog even door naar die kopgroep. Holwerf, Willem Holwerf. Had nog een breuk deze zomer. Hekman zegt toedeloe. Zie je? Hij gaat zich nog even nuttig maken, laatste keer. Ja. Ja, dat is ook altijd wel een... is interessant. Nou, Robert van Dalen, die klopt nog Jesse Vriend. Nou, dit is de groep eigenlijk... Ook Bob de Vries er achterin. Eigenlijk is dit wel interessant. Kerry Hekman heeft zich nu laten inhalen door de grootste groep. Ja. En zou dus uit koers moeten. Dat is waar wat je zegt. En in het reglement staat dat de hele groep houdt op. Ze gaan staan. U wordt bedankt. Houdoe. Goeie reis. Ja, maar wat gaat de scheidsrechter nu? Ja, en de rest van de groep nu toch ook. De speaker roept om dat de drie AB vakwerkmannen eruit moeten, maar dan moet de rest van... Ja, ja, ze moeten er allemaal uit. Oei. Dit is verrassend. Jouw Kogelveen heeft er weer zin in, daarvoor in. Ja. Ja, er zijn toch een paar mannen zeer teleurgesteld. Ja, die hebben zich eigenlijk laten verrassen. Dus we hebben geen ronde voorsprong en waren de jongens een ronde achterstand. Het gebeurt dan in één keer toch weer razendsnel, dat blijkt wel weer. Nou. Hadden we het nog over een eindsprint, massasprint. Maar eigenlijk kwam het omdat wij dachten dat Kerry Hekman de overstap kon maken. Maar ook Arjan Stoeting zat in die groep. Ja, dat ging even niet helemaal zoals ze... Ja, en hier vanaf de zijlijn zie je dan toch van, oei, het is een groot gat. Er moet dan echt overtuiging in zitten. Dat gaat het spel even weer wat anders maken. Ja, en op een gegeven moment moet het maar te doen zijn, hè, als ze al rondjes 27 rijden en jij moet nog eens harder gaan rijden. Ja. Hoe lang hou je dat vol? Ja, Willem Holwerf legt de hand op de knieën. Robert Bovenhuis, een van de aanstichters eigenlijk. Ja,
zien we dat de OK Fashion & Jeans gewoon weer... Hij heeft wel iets weg van dat slagje van Ingmar Bergaan natuurlijk, Peter Michael. Ja. Dat is toch de man die dat weer doet vooraan. Nou, ze hebben wel allebei dezelfde achtergrond, hè? Ja. Allemaal dus allebei uit het inline skaten. Ja, zo heb je weer een groep van vier man. Jouke er naartoe. Ja, dit wordt wederom spannend. Ja, zou Jouke dat dan ook? Jouke trekt hem sowieso wel door, hoe we hem kennen. Ja, die knalt er al overheen. Ik kwam natuurlijk uit Amsterdam, daar woont hij niet meer. En als je Jouke Hogeveen en Peter Michael in een kopgroep hebt, gegarandeerd spektakel. Ja, en er zit toch ook wel mannen bij die zouden kunnen winnen natuurlijk. Nou, we hebben op dit moment nog 30 man in koers. Let op die Jouke Hogeveen. En natuurlijk Mat Stoltenborg. Ja. Die hebben helemaal geen zin om te wachten. We altijd vechten Mat Stoltenborg met Pieter Michael, Jouke Hoogveen, Jorrit Bergsma die voorin zit. Evert Holwerf, Kevin Hoekstra, Jan Knol, Bart de Vries. Net ja. Zo'n fase van vertwijfeling, dat doet ze dan de das om, hè? Ja, en dan is het Bart Swings die even het gat dicht gaat rijden. Bart Swings herkent aan zijn zwarte helm. Alsof hij duurtraining rijdt, zo rijdt hij er naartoe. Het komt allemaal weer bij elkaar. Ja, zo ben je nou constant aan het denken. Wat zal hier nog gaan gebeuren? Ja, terwijl we in de laatste 20 rondes zitten. Door die haling. Vorig jaar nog ploeggenoot van Mat Stoltenborg. Ja, oké, Fashion & Jeans zit met vijf mannen voorin. Het is toch mooi hoe die Niero daar gelijk aansluit, hè? Als derde. Ja. En slim dat die Haring dan gelijk goed oplet. Scheelt nog steeds zoveel als je uit die wind rijdt. Ja. Wat ik zei, vijf man van OK Fashion & Jeans. Marcel van Ham, je kent die mannen. Ik ken ook de tactiek en de techniek natuurlijk. Zou eerst stoppen, hè, die Van Ham? Ja, die hebben we drie keer moeten aankondigen, geloof ik. Maar mooi dat hij doorgaat. Ja, zo'n afweging, hè. Als je eenmaal stopt, dan is het erg moeilijk om terug te komen. Arinsen, Niello. Haring en Marcel van Almersloef en Hettel zit nu ook helemaal voor in met Swings. Natuurlijk willen ze even die benen rechten, maar wie oh wie knalt hem door. We hebben nog niks vooruit, dat betekent dat het de bel gaat klinken als het onderbord gewoon op 1 staat. Jouke Hogeveen weer. Volgens mij was dat nog uit jouw tijd dat hij bijnaam de Ooievaar kreeg. Ja, ik heb hier veel met hem getraind, ook op Amsterdam. En toen wilde hij ook wel graag achter ons rijden. Jongens, kom op, duiken wel achter. Kopiëren. En de meeste mensen kennen hem ook wel van die prachtige start, hè, op de lange baan. Ja. Ja. Top entertainment. Maar daarna altijd wel een verschrikkelijk goede ronde, zei je. Ja, daar loop ik altijd van. Mooi gevecht ook nog eens met Bob de Vries, hè, in Tiel. Dan krijg je weer dat marathon effect. Strijd. Ja, met zijn vijf hier, met Mats Stoltenborg, Evert Holwerf, Jouke Hogeveen, Jorrit Bergsma en Ingmar Berga. Ze hebben toch echt 50 meter, maar... Wat rijdt die Ingmar Berga ook een goede reet? Richting dat peloton.
En Sphinx altijd attent voor hem. Ja, ook Hogeveen durft hem toch maar niet in zijn eentje door te trekken. En Philip Duwe-Smit zit er ook nog bij, hè? De Deen. Nou, oh, goed dat je dat zegt. Uit de inlijnsketen. Hij rijdt met het nummer 40. Eigenlijk al jaren zo dat er wel een aantal van andere nationaliteit erbij rijden. In het blauwe AB transportpak. Maar ja, zo hebben we het officieuze WK een keer gereden in Calgary. Miel Roosendaal. Ja, Miel Roosendaal als winnaar. Maar ja, er waren hooguit twee buitenlanders bij. Dus het duidt wel weer aan Oer-Holland. Sluipen richting de finale. Ik ga nu langzaam naar de lead-out, hè? Yes. Duidelijk dat Haring het eerste werk moet doen. Oké, als je in dienst gaat zich verzamelen. Ja, je zit er dan met z'n drieën. Vieren. Hier wordt ook veel op getraind, hè, zo'n lead-out. Ja, zeker. Ja, hoe vaker je samen traint, hoe beter je elkaar slag leert kennen. Ja, het is onmogelijk om op zaterdagmiddag elkaar tegen te komen hier en dan te gaan rijden. Precies. Kijken wat die Robert Post gaat doen dit jaar. Die hadden we nog weinig genoemd. Hij heeft nog niet zoveel gedaan. Althans. Nou ja, weet wel wat winnen is sinds vorig jaar. Ja, sinds hij dat ontdekt heeft. Ja. Is hij over een drempel heen gekomen. Ja, pakte er drie vorig jaar. Eentje in de sprint zelfs, vervoegde hij even het Holwerf. Dus, ja, hij is wel snel. En diezelfde Holwerf deed even zijn handje omhoog. Hè, van, hey, wat gebeurt hier? Ja, er wordt even wat geduwd. Alsof ze bij een concert zitten. Dit is mijn plaats. Ola Quest kwam binnen door. Wordt goed naar gekeken door de baancommissaris aan de binnenkant. Die blijft natuurlijk de kans hebben om wat op te lopen. Ja, en het is ook dat ze ook de beelden nog terug kunnen krijgen. Dus ze kunnen ook op een later stadium nog een geldboete, een gele kaart of een rode kaart krijgen. Kijk, ja, laatste 20 ronden worden gefilmd. Ja, maar ook de beelden die wij zien kunnen worden teruggekeken. En dan zie je ook Jorrit Bergsma die wel aan het zoeken is. Even wat in onbalans. Ja, ze zitten er allemaal. Hè. Jorrit Bergsma moet nu voor de lead-out gaan zorgen. Ik denk voor Bart Swings. Met nog 8 ronden te gaan. Ja, de weddenschappen worden nu gesloten. Kan niet meer. Ik denk dat ze het ook de Fashion and Jeans laten aantrekken. Die zijn er met z'n vijven. Ja, Ariens gaat stevig door, maar ook niet op het maximum. Nee, deze houdt het constant in de gaten, hè. Het zou wel een koep zijn, hè, als ze nou gewoon shooten, het toch weer in het oranje zou kunnen. Wauw, ja. Dan zit je dus 3 seizoenen in het oranje. Dat is waarschijnlijk wel de insteek. Maar we hebben wel vaker gezien dat zo'n Ewer-trein er nog omheen komt. Dus kijken of ze dat kunnen regelen. En Pieter Michael heeft ook vorig jaar laten zien dat hij snel is. Ja, die heeft meerdere dingen laten zien. Hey, en wat, maar ook de jongens van Bouwselect, hè? Een Kasper de Gier, een Haasjes, die zitten er allemaal gewoon, hè? Ja, gaaf, we gaan het zien. Bert-Jan van der Veen heeft zijn mannen goed geprepareerd. Ja, dan heb je het wel over een naam. En ook Kate Forer zit er nog met 2 rijders bij. Bert-Jan, Piet Hielkema, die zet het toch altijd weer goed neer. Ja. Hop, ja, maar dat hoef je met die skiele jongens niet te doen. Die er gebeurt veel daar. Ja, maar die skiele jongens, zoals Haasjes en Hoekstra, dat zijn handige jongens.
die kennen de gevechten met de Zuid-Amerikanen. En dat lijkt af en toe als vrijworstelen. Op het randje van wat mag wel en wat mag niet. Ja, nu lijkt het toch duidelijk gevormd zijn hoe de treintjes staan. Oké, Fashion and Kings. Met een mooi opbouwend muziekje naar de finale. Ja. Knap hoe lang die het volhoudt, die Crispijn Ariens vooraan. Ja. Ik noemde het al rond de 100 kilometer. Op inlineskate. Je zei het al, je hield eerst aanvankelijk wat in, maar nu zie je hem toch wel echt versnellen. Ja, nu weten ze de laatste vier rondes. Ze hebben heel veel treintjes nog zitten. Heel veel, daar komt de blauwe trein. Stuur naar buiten. Toch zo'n Robert Post, kijk eens nu, die zit eigenlijk al te snel in de wind. Hè? Kijk, Jorrit Bergma met Bart Swings. Maar, wat zeg ik, hij duikt er nu mooi achter. Jorrit Bergma en Bart Swings. Wat een snelheidsverschil. Bart Swings moet inhouden. Nee, het is nu van OK Fashion, Sjoerd en Hertog. Ja, maar je moet maar, het maar even dichtrijden. Ja, opvallend. Dit is... hij komt er niet bij, hoor. Oeh, dit is heel opvallend. Nou, dit is Swings. Wat zijn ze sterk. En als het nog anderhalve ronde te rijden. Dit hebben we niet vaak gezien zo. Nee, dit is gewoon een massasprint. Gewoon ontlopen door je pure snelheid die je hebt. Jeetje. Afgeven aan Swings. Indrukwekkend. Ik kan niet zeggen, ik hoop niet dat hij denkt dat hij er nu al is. Kijken of hij geen onnodig risico gaat nemen. Want hij kan nog een soort inhouden. Ja. En wie gaat er dan? Jurre Bergma rijdt gewoon door. Die denkt van ja, tweede plek. Maar daar komen ze aan. Via Bart Holwerf, via Niero. Ja. Bart Swings is duidelijk. Die zet een Belgische overwinning hier in Amsterdam in. Bedankt OK Fashion and Jeans, want die hebben hem mooi uit de wind. Bart Holwerf is dan de tweede. Ja, Royal Ewer met Bart Swings. Bart Holwerf en Daniel Niero. Niero derde. En de man die vierde wordt, baalt enorm. Ja, dat is terecht natuurlijk. Dat is Kevin Hoekstra. Spektakel. Dit is iets wat we niet vaak hebben gezien. Ja, de handen kunnen omhoog. Hij kan aanwijzen. Zo. De toon is gezet. Ik ben gehaald door Royal Ewer en ik laat zien dat ik ook meer dan waard ben. Ja, dan is het natuurlijk duidelijk hoe het gaat. Ja, natuurlijk wordt Jorrit Bergma even bedankt. Jordi Haring. Oh. Ja. Ja, de buiten is weer binnen. Die andere jongens hadden ook kunnen douchen, die lagen er al af. Ja, Sjoerd Hertog is ook pissed off. Nou ja, waarschijnlijk hebben de rijders onderling wel geweten hoe goed hij was. Swings, Holwerf, Niero, Hoekstra, Stoltenborg, Den Hertog, Hogeveen, knap over Jouke. Ingmar Berga, Robin Snoek, mooi dat hij ook terug is, de man uit op koude. En Jordi Haring. Mooi, toch? Mooi. Ja, hier de felicitaties voor Swings. Ja. En het mooie was, gisteravond had hij een bruiloft. Ja, en Belgische bruiloften die stoppen niet om, zoals in Nederland, om 11:30 met een broodje kaas en het licht aan. Nee. Die beginnen dan pas, kan ik je het even aan het vertellen. Dat gaat door tot een uur of vier. Dus als Bart Swings dat heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar lijkt me toch niet als we dat dit zien. Dat denk ik ook niet. Wat een ongelofelijke klasbakker. Ja, Royal Ewer zet de toon. Er leek een massasprint aangekomen en ze zeiden, dat gaan we niet doen. Vroeger had je Jelle Nijdam die er kon. Nou, we hebben het over de cup gehad, maar in de wetenschap dat zo'n Swings natuurlijk niet alles meerijdt. Nee, zeker niet. Lang niet. Maar een mooie test voor hem. Ja. Kijk, die zal zich natuurlijk op die massstart nog gaan richten komende jaren. Ja, Bart Swings wint. Bart Holwerf, Daniel Niero, dat betekent een Belg.
een Nederlander en een Italiaan op het podium. Wauw. Hoezo geen internationale sport? Internationale stad hier, hè? Ja. Ook twee versie in jeans leek toch in een uitzonderlijk goede positie te zitten met zoveel mannen. En dus ja. Op de zesde plek Sjoerd van Hertog de beste. Het was Robert Post die eigenlijk ook al, als je op de tweede plek zit rijden, al behoorlijk lang in de wind. Ze weten weer waar ze voor kunnen trainen. Swings moet gehuldigd worden natuurlijk. Wacht even op het interview. Toch weer mooie beelden hier van die open baan. Ja, er gaan nog steeds stemmen op. Maar ja, er gaan heel veel stemmen op in Amsterdam. Dat het onrendabel is en dat het onrendabel is en dat er een dak overheen moet. Ja. Ja, zeker in die eerste maanden van het seizoen, hè, dan draaien die machines overuren. Ja. Maar goed, ze zijn ook vernieuwd pas geleden. Ja, dat is een kaasje hier. Terwijl de Zambonis, oftewel de dweilmachines, op het ijs komen. Weet jij of er in het Olympisch Stadion nog ijs komt? Nou, dit jaar niet. Ja, geweldig altijd in het Olympisch Stadion, maar misschien Beijing, hè? Ja, precies. Duur nog eventjes. Ja. Eerst volgend jaar Japan. Maar dat zijn zomerspelen. Oh, het zou mooi zijn. Absoluut mooi zijn. Ja, toch. Ja. Nou, we wachten ook even op het interview met Bart Swings. Ja. Bart Swings op zich melden. Ik wou zeggen, de plek van deze baan zou je toch denken dat er nog altijd veel bezoekers komen. Ja. Veel scholen. Ja. Of we worden oud, Joost, of we houden gewoon van de nostalgie van deze mooie baan. Zeker zoals avond als vandaag. Windstil, mooie wedstrijd,